Almere heeft een nationale opgave om ruimte te bieden aan 60.000 woningen. Dit is een belangrijk deel van de woningbehoefte in de Noordvleugel voor de komende decennia. Daarom hebben het Rijk, de provincie en de gemeente de handen ineen geslagen om Almere 2.0 te realiseren. Een stad met een herkenbare identiteit, een breed scala aan woonmilieus en goede voorzieningen. Een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Samen hebben ze het Fonds Verstedelijking Almere ingesteld. Met dit fonds worden projecten mogelijk gemaakt die bijdragen aan de realisatie van Almere 2.0. De wethouder Financiën van Almere is de fondsbeheerder. De bestuurders van de drie overheden maken afspraken over bestedingen uit het fonds. Zij bespreken projectvoorstellen en stellen ieder jaar in concept een programma op. Aan Provinciale Staten en de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met die projecten waaraan vanuit provinciale, respectievelijk gemeentelijke middelen wordt bijgedragen. Besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de begrotingsbehandelingen van de provincie en de gemeente. Na besluitvorming door Provinciale Staten en de gemeenteraad stellen de bestuurders het jaarprogramma, inclusief de bijdrage van het Rijk, vast. Vervolgens maakt de fondsbeheerder afspraken met de verschillende projectorganisaties over de bijdrage uit het fonds. Jaarlijks stellen de bestuurders een verslag op. Deze verantwoording wordt in de gemeentelijke jaarrekening opgenomen en door de gemeenteraad vastgesteld. Provinciale staten worden hierover geïnformeerd. Zo bouwen we samen aan Almere 2.0.